Welkom vrienden van M2 Trading. Vandaag ga ik u iets meer vertellen over een viertakt uitlaat voor de China Retro Scooters met een GR6 50cc motorblok. Deze uitlaat is voorzien van een ovale damper en twee beugeltjes. Deze uitlaat is de vervanging van de originele uitlaat. Hij lijkt ook zeer veel op de originele uitlaat. Hij is eigenlijk identiek aan uw originele uitlaat. Bij de China GR6 motor zien we gewoon dat de uitlaat regelmatig vervangen dient te worden, omdat de staalkwaliteit iets minder is en daardoor iets sneller komt het roesten. Het roesten kun je niet tegengaan, dat blijft toch gebeuren. Het enige wat je tegen de roest kunt doen is hem regelmatig even te demonteren, opschuren en met hittebestendige lak van Motep opnieuw te spuiten. Dat is het enige wat eventueel helpt. Nou, we gaan het dus vandaag hebben over deze ovale uitlaat. Deze is te koop bij ons in de webshop. Onder het artikelnummer vindt u hem terug, 78375. Ik herhaal, 78375. Deze uitlaat wordt compleet geleverd met een mooi chroom hitteschildje. En zoals ik al zei, is heel eenvoudige montage gelijk aan de originele. Let goed op, deze is alleen geschikt voor scooters met 10 inch wielen. Mocht u het niet weten, kunt u even op uw band achterkijken. Daar staat bijvoorbeeld op 300-10 of 99-10 of 350-10. En die 10 staat dan voor 10 inch wielen. De 10 inch wielen hebben het korte motorblok. Heeft u 12 inch wielen, dan heeft u het verlengde motorblok en die een andere uitlaat te kopen. Deze uitlaat is voorzien van twee spatbordhoudertjes en die houden de spatborden omhoog. Heeft deze niet, dan zou ik van ander type gaan. Maar heeft u wel de spatbordjes omhoog, dan heeft u deze nodig. Deze uitlaat zie je veel op de China Retro Scooters met het brede chrome stuur. Al dan niet ook op andere modelletjes met smallere stuur. Noem ze maar op, van AGM tot Benzo, VOM, Torini. Je kunt het zo gek niet bedenken, op al die Chinese merken past het wel. Dus voor ons heel moeilijk om aan te geven welke scooters die precies past, omdat er dusdanig veel merken zijn dat we er altijd wel eentje gaan vergeten. Deze uitlaat, zal ik even wat meer over vertellen, is voorzien van een uitlaatbocht met een dikte van 13 mm. De pot zelf heeft een hoogte, als we dat hoogte mogen noemen, van 133 mm en een dikte van 93 mm. De uitlaatpijpje is aan de binnenkant 10 mm. Deze maat is eigenlijk gelijk aan de originele uitlaat. Qua prestaties zal die niet veel verschillen van de originele. Tenzij dat het geluid weer wat omlaag omdat die niet doorgeroest is zoals uw uitlaat waarschijnlijk wel is. Deze uitlaat met een viertakt scooter maakt dat niet zo heel veel uit. Bij een tweetakt scooter maakt het wel degelijk verschil. Maar voor een viertakt scooter, die zijn begrensd op de CDI. Dus maakt het eigenlijk geen verschil welke uitlaat je eronder zet. Nou. Genoeg over deze mooie viertak uitlaat. Mocht er nog vragen zijn, plaats dan gerust een comment hieronder of neem contact op met onze klantenservice. Vergeet niet om deze video te liken met een duimpje en om u zich te abonneren op ons kanaal. Dan zie ik u hopelijk graag terug bij een van onze volgende video's van M2 Training. Tot de volgende keer!